in de berm van de A2. Daar wonen veel insecten in. Als je maar niet denkt dat die niet naar school te moeten, want dan stort heel je droomwereld in. En er was zo, als ze dat noemde, een pispaaltje van de klas. Een eenzaam wees geworren jochie. Alleen omdat zijn vader een tarantula was. En carnivoren, dat vindt iedereen daar maar klootzakken. Ben ik een spin? Ben ik een spin? Spin omdat je vader een ander aantal poten heeft dan de mijne. Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader altijd heel hard wegrende voor de mijne? In de kantine van de insectenschool at die spin hetzelfde als iedereen. En daar moest hij dan altijd heel hard kauwen. Want zijn tanden gingen niet goed door blaadjes heen. Als je maar niet denkt dat hij dan niet werd uitgelachen. Omdat hij zo langzaam had. En ook lachten ze om zijn 8 spillepoten. En ook omdat hij 6 te veel ogen had. Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader een ander aantal ogen heeft dan de mijne? Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader meer bladafval eet dan de mijne? Toen dat jochie uit het ei kwam, bleek hij alleen op de tak. Alleen een briefje met een foto met vieze kleefsmurrie aan zijn ei geplakt. Zijn vader schreef dat hij weer was gaan varen, omdat zijn schip niet op hem wacht. Dat zijn moeder alweer met een ander was wezen paren. En hoe slecht hij nu over haar dacht. Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader meer broedzorg geeft dan de mijne? Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw moeder monogamer is dan de mijne? In de berm van de A2 woonde die spin in een ANWB-paal. Niemand wilde een holletje voor hem graven. En graven, dat kon die zelf niet helemaal. En voordat hij ging slapen, huilde hij vaak alle 8 zijn oogjes rood. Omdat hij hoopte op een weerzien met zijn pa. Zelf was hij klein en zijn vader was groot. Maar zijn vader, die was in Brazilië. Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader betere holletjes graaft dan de mijne? Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader meer van een gematigd zeeklimaat houdt dan de mijne? Op een dag zag hij zijn pa op het Discovery Channel kanaal. Die was acteur
in een documentaire. En wat hij daar deed, dat snapte dat spinnetje niet helemaal. Zijn vader woonde helemaal niet in een holletje, maar in een soort dunne wollen trui van kleverig spul. Daar gingen dan beestjes in vastzitten. En dan waren die beestjes de lul. Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader mindere webben maakt dan de mijne? Ben ik een spin? Ben ik een spin omdat jouw vader jaagopdetritus spannender vindt dan de mijne? In de klas van de insectenschool leek het eerst een dag zoals altijd, totdat iedereen bleek vast te zitten aan hun stoelen en werden ze ons spinnetje zijn ontbijt. Als je maar niet denkt dat onze held daar nog langer bleef. Hij vertrok op zoek naar zijn pa. Een spoor achterlatend van dode homo sapiens. Helemaal tot in Brazilië. Ja, ben ik een spin?